Wij willen een koeientuin ontwikkelen voor beter welzijn voor de koeien en beter voor het milieu. Minder uitstoot. Een koeientuin is voor ons anders omgaan met koeien houden. En ik geloof dat koeien op een zacht ondergrond zoals hier moeten lopen. En dat het welzijn van de koeien veel hoger moet zijn. Het innovatieve aan een koeientuin is dat de vloer de mest scheidt bij de bron. De urine wordt apart afgevoerd van de vaste mest. De onderste laag is gewoon een dichte folie. Daarbovenop zit een zachtverende korrellaag. En de bovenste laag is een soort van trampolinezeil waar de urine mooi doorheen sijpelt en de vaste mest ook blijft liggen. En daardoor ontstaat er geen ammoniak. Ammoniak ontstaat pas als de urine bij de vaste mest komt. Als je de meststoffen zo scheidt op deze manier, dan kun je ook een waardevollere meststof produceren als het ware voor collega boeren als het een keer nodig is. De koe heeft hier meer ruimte om gewoon rond te lopen en als ze bijvoorbeeld liggen, dan liggen ze niet ingeparkeerd in een ijzeren ruimte als het ware. Een voordeel van de koeituin is ook dat ze meer groen hebben, dat ze lekker beschikt liggen tussen struiken. En dat het overdekt is. Met het seizoen heb je elke jaargetijde een andere stal van binnen. Die verandering is ook vrij mooi, vind ik. Nou, wij zijn een familiebedrijf met Ingrid, mijn vrouw en ik. We hebben vier kinderen waar de oudste zoon al een en al koeienboer is. Daarlangs hebben wij een kinderdagverblijf met ruim 30 mensen in dienst. Ze bestaan 10 jaar af dit jaar. Wij staan hier in de koeientuin die als eerste in Nederland gebouwd is. Dus een proefstal geweest. Ik ben zelf 9 jaar betrokken bij het koeientuinproject. En wij willen weer de nieuwe dingen die we alweer hier geleerd hebben, willen wij vooral in onze koeientuin zelf gaan bouwen. En daarbij willen we ook een boerderijterras realiseren met uitzicht op de koeientuin. Om de burgers wat meer te betrekken in het boerenleven. Hier zie je een mooi overzicht van ons bedrijf. Aan deze kant is ons huidige bedrijf met onze kinderopvang. Aan de overkant komt de koeientuin hier zo. Ja, je ziet ze hier liggen, de rust die er vanuit gaat. En, ik vind het heerlijk zoals hier koeien gehouden worden.